Goedemorgen iedereen. Welkom bij Vlogmasdag 12. Wij gaan ontbijten. We hebben niet zo heel goed geslapen. Allee, ik toch niet. Nee. Maar je ziet het echt. Kijk hoe mooi ik eruit zie. Veel hoesten. En Celine had het warm, dus ik moest daar de hele tijd omkleden. Ik heb echt op mijn string en topje geslapen. Ik had echt de hele tijd. Ik heb een kerstbier. Naast mij, ja. Breakfast is served. En ik heb broodjes en eitjes. Yummy, yummy, yummy. En we kunnen veel powerfood gebruiken, want we hebben nog een drukke dag voor de boeg. Woehoe. Bordje 2. Fried rice, hè. Hebben ze voor ontbijt. Patatten. Hummus. Gaat je nog fruit pakken? Oké. En de kerstboom staat hier, hè. Dat is dan een echte, ja. Dat is echt, hè. Cute. Cute zo. Jij bent ook cute, jij. En we zijn vertrokken richting huis. Woehoe. We hebben nog iets spannends te doen, hè, vandaag. Gaan we nog iets doen? Celine gaat het spannende op haar lijf doen. En ik op mijn ledematen. Zoals Celine het zou zeggen. Ja, dat is waar. Dus, ja. Maar we gaan tattoos laten zetten. Hè. Bij Fabrie. Fabrieken. Zouden wij Fabrie mogen zeggen? Nee, denk ik. Oké, Fabrizio dus. We zijn even op kantoor. We hebben net geshoot voor een nieuwe collectie. Nu gaan we vertrekken naar Fabrizio's tattoo salon, of hoe noemt dat zelfs? Ik denk het, dat alle naam is. Dus let's go. Six. Ik ben niks aan het doen. Tattoos staan erop, people. Oh yeah. Dat is wel goed, hè? Ja. Snel. Oh, ik heb honger. Fabrie was echt goed, hè? Nee, ja, het was wel goed. Ja. Mooi gezet. Ik heb ook al laten zien wat ik heb gezet. Nee, hè? Nee, denk ik. 11-11. Laat me alsjeblieft in de comments weten, als jij weet wat dat ik daarmee bedoel met 11-11. Ah ja, daar ben ik wel echt benieuwd naar. Allee, ik mocht geen hint geven. Kom aan. Kom aan, mensen. Stel me niet teleur. Celine en Fabrizio wisten het allebei niet. Nee. Dus die wisten de betekenis niet. Nee. Dus ja, ik ben heel benieuwd. En dan heb ik hier nog, maar ik denk niet dat ik dat nu kan laten zien. Ah, jawel. Loop. Ik weet niet als je het ziet. Zo. En dat is een mijn papa zijn geschrift. Amai, die bloed, hè? Ja. I'm bleeding! Bloed! Bloed en inkt komt eruit. Lekker. Dus dat heb ik gedaan. En wat Celine heeft gedaan, moet je maar bij haar gaan kijken. Mm-hmm. Op haar lijf, hè? Maar. Dat mag ik toch al zeggen. Ja. Op haar lijf. Mm-hmm. Niet op de ledematen, maar op haar lijf, hè? Mm-hmm. Wie weet waar. Misschien mijn naam op haar kop. En mijn belnaad. Talisa. Mm-hmm. Ja. Yes. Talisa is mijn bestie. Friendship goals. Mm. Oké, nu gaan we pakjes maken. Pakjes maken snel nog? Oké. Okay. Pakjes maken. Ik ben ondertussen terug thuis. Ik ben aan het monteren, aan het werken. En ik voel me echt zieker en zieker worden met het moment. Mijn keel. En ik heb zo'n piep, je hoort dat denk ik niet, maar als ik adem, inadem en uit
en nee, inadem, dan hoor ik een piep dat ik piep. Dus het is niet zo'n goed teken. Hè? En Muffin. Ik denk dat de katjes blij zijn dat ik hier ben. Normaal gingen we deze avond naar Lush kerstevent. Maar omdat Celine en ik allebei ziek zijn en het nog best veel is deze week wat we hebben te doen, hebben we besloten om niet te gaan deze avond en gewoon te rusten. En ik wou even mijn adventkalender openen. Ik ga jullie hier zetten. Ik ga dag nummer 12 openen vandaag. Dat wil zeggen dat het nog 12 dagen tot kerst is. Dit is dag 12. Oeh, een lippenstift. Lip, denk ik toch. Ja, Rouge Velvet, de lipstick. Het is zo'n bordeaux-achtig kleurtje, bordeaux-rood. Het ziet er wel super mooi uit. Ik zal hem eens even opdoen en kunnen we zien hoe het eruit ziet. Oké, zo zie ik dat wel niet zo heel goed. Oei, oei. Ik zie niet goed waar ik smeer, omdat ik in mijn camera kijk. Ik weet niet of het goed is, maar... Nou, het ziet er wel mooi uit. Heel kerstig. Heel mooie kerstkleur. Ja, like it. Dus het is de Rouge Velvet de lipstick in de kleur 35 Perfect Date. Ik heb trouwens daar straks in de Okay, toen ik kattenzand ging halen, deze tas meegebracht. Die was 1 euro en die is zo cute. Dus ik dacht, I take it. Ik heb er nu thee in, zo throat comfort voor mijn keel. We zijn ondertussen 2 dagen verder. Niet 4, 2. En ik ga mijn plakkertjes er al af doen. Ik moet er normaal 3 dagen op blijven, maar ik haal ze er al af. Ik heb deze er trouwens al afgehaald. Daarnet. Looking good! So happy with it. Ik hou echt van de plaats. Ik wil echt nog meer op mijn handen. I think it's cute. Ik heb hier ergens puntjes. Heb ik wel heel lang van toen ik 18 was of zo. Deze heb ik. Deze. En dan hier het sterretje. Dus dat is momenteel de handsituatie. Als ik de geneesplakkers, of genoemd zo'n plakker. Een plakker wat ben geneest eraf doe, dan smeer ik daar Bepantol op. Maar ik ga eerst die andere eraf halen voor ik dat op mijn hand ga smeren. Deze ziet er nu zo uit. Zoals je kunt zien, hier zit allemaal gedroogd bloed, hier ook. Dus moet eraf, hè. Oké, ik hoop dat dat geen pijn gaat doen. Normaal is al mijn haar hier afgeschoren, dus... dat bloed is echt nog nat. Als ik dat eraf haal. Lekker, lekker. Oké, ziet er zo uit. En nu wassen. En droog deppen. Het is wel gek nu, omdat hier mijn haar is afgeschoren en hier niet. Dus hier lijkt mijn huid ook lichter. Ik weet niet of jullie dat zien op de camera. Misschien moet ik al mijn armen eraf doen. Oh. Maar dan moet ik zo beginnen met dat altijd te doen. Daar heb ik nu geen zin in. Oké, ze zijn eraf. Nu ga ik Bepantol smeren. Eerst hier. Ze zien er echt goed uit. Dit is echt perfect zoals mijn papa het had geschreven. Zelfs met de P die zo uitgelopen is. Love it. En deze is wel nog wat gevoelig, precies. Oké. Ik laat dat een beetje dikker even. En dan deze. Die is klein en die gaat ook echt... trek genezen zijn, dat voel ik al. Hier voel ik ook echt effectief niks. Deze voelt zoals een schaafwandje, maar die op mijn hand voel ik gewoon echt niks van. 0,0. Dus ja, zo ziet het eruit. Op mijn arm. De loop. En dan op mijn hand. I like it there. I like it a lot.
Ik ga hier ook deze vlog afsluiten. Oh, maar dan moet ik echt zo kijken. Omdat ik nu hier ook iets op mijn arm heb. Kijk, want deze arm was vrij leeg nog. Hier, ja, deze valt wel harder op. Maar nu heb ik er wel al meer. Ik wil er nog. Ik wil er echt nog. Oh. Als je denkt aan een tattoo laten zetten, denk eerst de goede na. Want het is verslavend. Het is echt verslavend. Echt waar. En denk gewoon goed wat je wilt en zo. Ik moet nu wel zeggen, ik heb geen spijt van geen een van mijn tattoos. Geen. Nee. Dat went gewoon allemaal en dat wordt gewoon eigen aan jezelf eigenlijk. Dus ik heb echt geen spijt. Ik ben echt blij met al mijn tattoos. En nu die van Fabrizio ook. Sowieso ga ik nog wel eens terug gaan naar Fabrizio, want ik vind hem wel echt heel goed ook als tattooer. Ik ga meestal bij Bert in Hasselt, bij Dagger Moon Tattoos. Ook heel goed, die heeft de rest van mijn tattoos gedaan. En nu was er een plaatje vrij bij Fabrizio, dus we dachten we gaan eens proberen. En ik ben echt super blij met het resultaat, dus goedgekeurd. Als je tattoos zoekt, daar is ook een goede spot voor tattoos te zetten dus. Ik ga deze vlog dus afsluiten. Er komt ook nog in Vlogmas een video over de betekenis van mijn tattoos. Dus keep an eye for that. En dan zie ik jullie volgende Vlogmas.